Uh, ook Delft doet mee aan een, uh, een demonstratie uh, ja, vanwege de aanslag uh, gisteren. Burgemeester Verkerk, waarom zo'n demonstratie vanavond? Nou, de mensen in Delft zijn ook uh, geschokt door de aanslag die er gisteren in Parijs was. We voelen het als een aantasting van de vrijheid van meningsuiting en daar komen wij voor op. Er zijn veel mensen in Delft die zich betrokken voelen en die dat willen laten zien. Maakt u zich zorgen dat dit soort incidenten uh, bevolkingsgroepen ook in Delft meer tegenover elkaar zet? Uh, dat hoeft niet. Uh, we horen ook al enige maanden dat er nou ja, mogelijkheden zijn van aanslagen overal in Europa. Dit is nu gebeurd. Uh, ik vrees dat het ook niet de laatste kan zijn, maar we moeten het wel met z'n allen oplossen. Door met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar hier vandaag te laten zien dat we niet aan de kant gaan voor dit soort laffe terreurdaden. Heeft u sinds gisteren al contact gehad met uh, verschillende groepen hier in de stad? Ja, we houden uh, natuurlijk contact met alle groeperingen die hierbij betrokken zijn. Uh, over het algemeen is dat het uh, nou ja, een rustig beeld is. Maar we vinden wel dat we nu als maatschappij moeten laten zien dat we niet aan de kant gaan uh, voor terreur. Bent u bijvoorbeeld met moskeeën gaan praten? We zijn in contact met de moskeeën, zijn we al die tijd geweest. En nou, ook sinds gisteren? En sinds gisteren nog een keer. Nee, Dat houden we dagelijks bij, zeker op dagen van uh, spanning zoals deze. Uh, mijn beeld is uh, dat het uh, rustig is in de stad, dat iedereen ook snapt dat we nu met z'n allen moeten laten zien dat we dit niet pikken. Uh, en maken zij zich zorgen eigenlijk? Uh, we maken ons al een tijdje zorgen. Maar we moeten nu wel met z'n allen laten zien dat we deze terreurdaden niet pikken. Als een duidelijk gebaar naar iedereen die kwaad wil. Is natuurlijk uh, al het nodige gebeurd ook hier in de stad met uh, jongeren die naar Syrië vertrekken bijvoorbeeld. Uh, ja, bent u bang dat het, dat het steeds, erger, steeds erger wordt? Uh, ik moet zeggen dat de situatie in Delft uh, nu redelijk stabiel is. Uh, we hebben geen nieuwe uitreizigers. Uh, we horen niet van uh, nieuwe gevallen. Uh, dus langzaam maar zeker, uh, ja. Bed het in en begrijpen we ook dat we de voedingsbodem voor dit soort gedragingen moeten wegnemen. En daarvoor zijn we op dit moment in gesprek met de hele stad. En veel mensen werken daar hard aan. Nou was het natuurlijk zo dat voordat deze aanslag plaatsvond er in Nederland al gepraat werd over een, een Facebookpagina steunde de PVV. Die overigens veroordeeld werd door de PVV. Waarin door verschillende mensen opgeroepen werd om uh, uh, moskeeën in de brand te steken en dergelijke. Uh, dat klinkt toch allemaal erg zorgelijk als dan dit ook nog erachteraan komt. Uh, we moeten nuchter blijven. We moeten in dialoog blijven. We moeten respect tonen voor mensen en ook voor religie. En uh, ja, hele harde uitspraken en onverkrikkelijke uitspraken horen daar niet bij. Maar we moeten ook waakzaam zijn op de dingen die niet goed gaan. En het allerbelangrijkste is dat we de voedingsbodem voor dit soort gedrag wegnemen. Wat zal de boodschap zijn vanavond? Uh, dat we laten zien <coughs> dat we ons er niet onder laten krijgen door dit soort terreurdaden tegen pers- en politiemensen.